Het beste wat ik kan vertellen is niets vertellen en dat je kijkt. Want achter me zie je het resultaat van biodiversiteit. Wij zijn hier vandaag bij het stuwsluiscomplex Driel van Rijkswaterstaat. En hier verzorgen wij het onderhoud van het terrein, het onderhoud van de IA-systemen en van de techniek. Zodat de scheepvaart en het waterpeil zeg maar, goed gaat voor Rijkswaterstaat. We hebben zelf initiatief genomen door aan te geven, goh, wij vinden het belangrijk dat er iets gedaan wordt met het terrein. En dat kan heel makkelijk. Dus we hebben een aantal voorstellen gedaan bij Rijkswaterstaat, waardoor je circulair maar ook biodiverser kunt werken. En daarvoor hebben wij met Rijkswaterstaat een aantal maatregelen genomen. Bijvoorbeeld een bijenhotel, een bloemenweide, een torenvalk en een circulair maaien. Achter me zie je het resultaat van biodiversiteit. Een hele mooie bloemenweide. En het verschil, de explosie van, kan je ook zien. Want vroeger was het dit, dat mooie groene grasveldje. En nu is het dat. Heel goed voor de bijen en alle andere beesten. Maar een ander voordeel is, je hoeft maar één keer per jaar te maaien. En dat maaien, dat doen we dan heel mooi groen, CO2-neutraal. Dat wat nu nog wel gras is, dat staan we keurig met een robotmaaier op elektriciteit die geladen wordt vanuit zonne-energie. Staan wij hier het groen in het veld te onderhouden. Voor nu vind ik het belangrijk om te vertellen dat we dit samen met onze opdrachtgever Rijkswaterstaat hebben gedaan. Met onze partners waar we mee samenwerken, maar ook met onze onderaannemers, want we kunnen niet alles zelf. We hebben hier bijvoorbeeld ook onze ecoloog ingezet om te kijken van wat wij doen, of het ook effect heeft. Een van de dingen die we ook gedaan hebben is het plaatsen van een ooievaarsnest. En wat we ook gedaan hebben is, voorheen werd hier met maaimachines gemaaid. En dat doen we nu nog maar één keer per jaar. En de andere tijd hebben we hier schapen laten rondlopen. En die schapen zijn van een pachter, maar die zorgen er wel voor dat je niet hoeft te maaien, maar dat het wordt begraasd. En ook dat is een verbetering van de biodiversiteit en het CO2-neutraal werken. En dat vinden wij heel belangrijk als Swarco. Ik vind het leuk om bij Swarco te werken, omdat we wat breder kunnen denken en ook aan dit soort diensten zeg maar, kunnen bijdragen aan de omgeving. Wat goed is voor Swarco, maar wat ook goed is voor ons en mij als persoonlijk, maar ook het personeel, om te zien dat we als bedrijf hier ook iets mee doen. Dat we wel in een maatschappij staan waarbij dit soort thema's gewoon belangrijk zijn. En als je dan kan bijdragen, doe het dan.